Goedemiddag, dames en heren, hartelijk welkom. Vandaag het programma Blokfluit in de 17e en 18e eeuw. Het is nogal een begrip, want waar gaat het dan over? U kent de blokfluit, neem ik aan, als instrument. Er zijn vele blokfluiten overgeleverd, nieuw gebouwd, teruggevonden in musea. En u weet natuurlijk dat een blokfluit is een pijp met 7 gaten. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Want het karakteristiek van een blokfluit is dat hij ook nog een duimgat heeft. U kent wel de tin wissel en ook de duizenden jaren oude fluiten die uit bot zijn gemaakt. Die hebben ook wel 6 gaten en geen duimgat. Maar goed, daar gaat het vandaag niet over, want de geschiedenis leert ons dat tientallen duizenden jaren terug al fluiten werden bespeeld. En heeft zich compleet doorontwikkeld tot de zilveren dwarsfluit met al zijn kleppen en al zijn mogelijkheden om een enorm bereik en een enorme volume te kunnen ontwikkelen. De blokfluit daarentegen is het tweede helft. In de tweede helft van de 18e eeuw eigenlijk niet meer te vinden. Componisten schreven niet meer voor het instrument. Het is echt Johann Sebastian Bach, is wel zo'n beetje de laatste die de blokfluit in zijn werken heeft voorgeschreven. Veelal in zijn cantates en op momenten van droefheid of uitbundige vreugde. Als het mysterie aan bod komt in composities, daar worden vaak fluiten, blokfluiten gebruikt. En natuurlijk ook het volkse element. Ik hoorde van een collega van mij die hier gisteren in een symfonieorkest de muziek heeft verzorgd bij een Harry Potter film. En daar werden de blokfluiten ook af en toe ingezet op momenten van mystieke en vrolijke momenten. De blokfluiten die hij gebruikt heeft zijn de hedendaagse blokfluiten. Hij heeft het op de Eagle blokfluiten gedaan. Waar ik vandaag op ga beginnen is een consort blokfluit. Een blokfluit om in een blokfluit ensemble mee te spelen. Gebouwd door Bassano. De Bassano familie leefde in de 16e eeuw in Venetië. En werd vanwege hun enorme succes en kwaliteit door Hendrik de VIII uitgenodigd om naar Engeland te komen en daar op het hof blokfluit te gaan spelen. Vijfstemmig, zesstemmig muziek. En dit is dan een van die basale blokfluiten, nagebouwd door mijn collega Adriana Breukink. In de 16e eeuw was de stemming, de toonhoogte, helemaal niet zo gestandaardiseerd. Dus in de ene stad kon de toonhoogte heel anders zijn dan in een andere stad. Dus je eigen blokfluit meenemen, dat ging niet, want dat klopte dan niet met de bestaande orgels en de bestaande instrumenten die aan het hof waren. Dus je moest het als muzikant, als je ging reizen of werd uitgenodigd, moest je het doen met de blokfluiten die daarna. En nu is iedere blokfluit weer een beetje anders. En als je zomaar ineens voor de koning moet spelen over een blokfluit die je niet kent, dat is onhandig. En zo zijn de Ricercata's ontstaan als een soort inspeelstukken. Als een soort oefenstukken. Je hoort ook dat er gezocht wordt. Het lijntje gaat naar boven, het lijntje gaat naar beneden. Wat lange tonen, wat korte passages. Passages in de zin van toonverkleiningen, dus vluggere stukjes. En dan op een gegeven moment is het weer uit. En daar gaan we nu mee starten. Thank you.
U hoorde misschien wel dat als ik hoog ga spelen, het net is alsof ik niet verder meer wil. Als ik op deze toonhoogte uitkom. Je doet het eigenlijk bijna niet meer, dan moet je al een andere greep gaan pakken. Dan is die weer stabieler. Als je dan nog hoger moet, klopt het niet meer. Dan krijg je dit soort. Dus daar, deze oefening is daar uitstekend voor om te kijken, oké, hoe pak ik dat precies aan? Dus met recht een historisch etude. Als we de 17e eeuw ingaan en kijken wat er dan met de blokfluit gaat gebeuren, dan loopt dat eigenlijk tegelijkertijd met een instrumentale ontwikkeling. Er wordt steeds meer muziek voor instrumenten geschreven. Ik hoor steeds een belletje, wat zou dat zijn? Oké. Okay. Oh, er zit iets mee, is dat goed? Staat je microfoon aan de telefoon? Ja, nou ja, we zullen het ermee moeten doen. In de 16e eeuw zijn heel veel prachtige liederen geschreven. En er is een blokfluitist, ja, jonkheer Jacob van Eyck, die die liederen speelt op zijn fluitje, klein fluit. De van Eyck handfluit. Pijpje, een aantal gaten, veel meer. Daar speelt hij allerlei virtuose omspelingen op van bekende liederen uit de 16e eeuw. Het is inmiddels 17, maar goed, iedereen ziet die liederen. Ze zijn bekend. En van Eyck improviseert ook. Ik speel nu voor u een lied van Caccini, Amarelli, Mia Bella. Het is een liefdeslied. Het gaat erover hoezeer je van je houdt, omdat je toch echt niet moet twijfelen aan mijn liefde. En hoe prachtig je bent. Ik speel het op drie verschillende blokfluiten. Een basfluit. En daarna nog een altfluit en dan tot slot de Van Eyck handfluit. En die zijn allemaal gebouwd door de Noorse blokfluitbouwer Sverre Kolberg. Daar vertel ik u straks wat meer over. Thank you.
Het tweede programmaonderdeel is een bekend van Eyck lied Doen, Daphne, over Schoone Maeght, de god Apollo, die achter Daphne aan zit. Ik ga daar ook weer, net als nu, verschillende flores van blokfluiten achter elkaar bespelen. Ditmaal hoort u een C-tenor. Dus een tenor met de grond van C, heel toon lager dan de eerste die ik vandaag bespeelde. En een transitional soprano, uit het midden van de 17e eeuw. En eigenlijk zit daar wel een verhaaltje aan vast, want je kunt historische instrumenten na gaan bouwen. Maar wat bouw je dan na? Is het uiterlijk? Of is het de klank? En als je de klank nabouwt, hoe weet je dan hoe het geklonken heeft? Dat is een interessante problematiek bij het uitvoeren van muziek. Instrumenten van honderden jaren terug. Er zijn experimenten, geluidsregistratie. Er staat een hoorapparaat aan, denk ik. Ja. Dus wil je daar achter komen, denken veel mensen, zal je op zoek moeten gaan naar originelen die goed bewaard zijn gebleven, die gewoon prima spelen, waar je op gaat spelen, nou, alles doet het goed. En laat het nou zo zijn dat die er bijna niet zijn. En dat de originele leren zijn, die goed bespeelbaar zijn, bijvoorbeeld uit de collectie van Frans Brugge, want die had er een heleboel. Ik heb daar ook wat kopieën hiervan meegenomen. Die hebben een heel, vind ik, karakteristiek geluid. Dus een fluit die het gewoon goed doet, en dan hoor je dat knalt alle kanten op, het is goed gestemd, het speelt makkelijk. Maar die oude fluiten, die hebben iets wat oude orgels ook kunnen hebben. En ik laat in het midden, en ik laat het ook aan u ter beoordeling, of dat ligt aan de ouderdom of aan het meesterschap van de bouwer. Ik weet het niet, ik heb wel mijn voorkeuren. Als speler begeef ik mij een beetje op glad ijs als ik op een moeilijk instrument speel. En dat wordt vandaag ook duidelijk, dat zo hier en daar hoort je even een klein vriendeltje. En dat komt omdat ik dan nog veel meer op al die fluiten 100 keer de stukken had moeten doorspelen om het volledig vlekkeloos te kunnen doen. Het is geen excuus, maar het is iets wat je tegenkomt als speler. En een instrument dat het gewoon perfect doet, wauw, dan kan je alles gewoon heerlijk op eruit knallen. En dan is die bouwer waar ik net op gespeeld heb, Sverre Kolberg, die bouwde na op klank. Die ging luisteren naar het klonk, originele, bouwde een fluit. En als hij dan het ongeveer deed, ging hij naar de boventonen luisteren, de boventonen vergelijken van de originele. En ging met een ruimer gewoon proberen om nog een stuk uit die binnenboring te halen, totdat die geweldige toon eruit komt. En een van dat soort tonen is deze. Het is niet echt hard, maar het heeft een heel, ja, luister maar. De bouwer waar ik nu van ga spelen is Adriana Breukink. Zij is een begenadigd blokfluitist. Ik heb haar leren kennen toen zij en ik 16 waren op het conservatorium in Den Haag. Eerst in Rotterdam en later in Den Haag, waar we allebei oude muziek studeerden. En zij is door de inspirerende ontmoeting met, daar ben ik zijn naam kwijt, Fred Morgan, is zij geïnspireerd geraakt om zelf blokfluiten te gaan bouwen. Ergens wilde ze dat als klein meisje al wel, ik wil blokfluitbouwer worden. En toen is ze blokfluit gaan studeren in Den Haag en leerde daar die Fred Morgan tegen. En toen was ze zo geïnspireerd, toen heeft ze haar eerste Ganassi-alt gemaakt. Want Fred Morgan is degene die in de jaren 70 van de vorige eeuw de Ganassi-blokfluit heeft ontworpen. En nu, na recent onderzoek, blijkt dat het ook inderdaad, dat die fluit alleen vanaf de 70e jaren van de vorige eeuw heeft bestaan. Voor zover we weten, misschien komt uit de opgravingen binnenkort een fluit tevoorschijn, maar het is niet zo even te verwachten. En dat zijn dit soort instrumenten. Zo
Ze worden ook wel transitional genoemd, het is een overgang van renaissance naar barok. De omvang wordt groter en het heeft alleen een enorm volume. Het is een hele, hele harde, directe fluit. Ik ga er niet op spreken vandaag. Jullie wel even een klein toonlandje laten horen. Dan herken je ook op de hand van de bouwer. Adriana bouwt hele krachtige fluiten. In de zin van sterk en perfect. Een andere vorm fluit die zij bouwt is de droomfluit. Dat is deze. Dit is een handgebouwd versie. Die is inmiddels ook al in vele fabrieken, vele winkels te koop. En dit is nog een van de handgebouwde droomfluiten, een tenor in een stemming, in een barokstemming. Dat is A415 halve toon beneden. En die klep op deze manier heeft nooit bestaan. Dus je moest dit met je vingers grijpen of een ander één soort klep waarmee dan het laagste gat dit kon krijgen. Maar inwendig qua klank is het een kopie van een instrument zo rond 1700 van die tijd. Dus even kijken waar spelen dit ook alweer op. Het programma kijken. Ja, ik begin met deze tenor. En dan eindig ik met die transitional soprano. Dat is een heel bijzonder iets. De reden dat de canassifluit gemaakt werd, is om een overgangsfluit te hebben tussen renaissance instrumenten. Waar is die? Hier. De renaissance instrumenten. En de barokfluiten. En er zijn er inmiddels flink wat fluiten gevonden. Dus we hebben originele gevonden en die zijn nagebouwd. En dit is hem. Dus ook met zo'n baby aan de onderkant. Het is niet helemaal symmetrisch. Een klein beetje loopt de tap toe, waardoor het iets makkelijker wordt om over te plaatsen. Want je hebt, als je alle vingers erop doet, je haalt steeds één vinger eraf. Dan heb je maar een paar tonen en dan ben je eigenlijk op. Dan moet je gaan overplaatsen. En het overblazen wordt vergemakkelijkt als de boring iets konisch is, dus iets toelen.
speelt heel makkelijk. Nog een aanbeveling. Dan komt er nog een Van Eyck liedje, dat heet Het Engels Nachtegaaltje. En ik heb een leerling van mij gevraagd, David Kampmeier, om dat voor ons te komen spelen. David. David heeft een heel bijzondere blokfluit. Het is een echte barokfluit, echt een 18e eeuwse instrument. Gebouwd door. Stephan Blezinger heeft hem gebouwd. Ja. Hij komt van oorsprong uit Londen, Paul Bresland. Hij had eerst een Franse naam toen hij nog in Frankrijk woonde, maar in Engeland heette het Bresland. Hele beroemde, naast Stainsby is Bresland een van de meest beroemde blokfluitbouwers. Hoort het wel. Er staat een hele leuke bundel, The Bird Ventures Delight. Kent u dit?
Dat is een bundeltje waarin je zangvogels kunt leren zingen. Het is 18 deels en het is door een wetenschappelijk artikel hierover gelezen. Dus het is echt waar. En er zijn zelfs mensen die dat vandaag de dag nog doen, zangvogels leren zingen. Door alsmaar hetzelfde liedje voor te zingen. Ja, zangvogels. Ja. En, wij gaan nu voor u een liedje voor de Karenariepiet spelen. We gaan wat verder naar deze tijd toe. We gaan wat dieper in de barokperiode. En dan ziet u staan voice-vloed. Voice-vloed is een barok alt in D. Er wordt ook wel gezegd een barok tenor in D. Hij staat precies een heleboel hoger dan de tenor of fluit. En de fluit die ik vandaag meegenomen heb, staat in DA415, dus dat is ook weer een halve toon beneden. Normaal omgerekend staat hij in C's. Kijk maar eens wat een verschil in bouwen. Het is ook een tenor. Er staat één hele toon op lager. Het is een heel rank instrument. Ik heb in 1992 heb ik de 12 fantasieën van Telemann opgenomen op cd. En voordat ik wat dat was, eigenlijk al een hele lange mens. En toen ik zwaar was als David, ben ik begonnen met die fantasieën. En ja, ik dacht, ik wil nou echt die dingen, die stukken een keer gaan opnemen. Ze zijn zo bijzonder. Het is eigenlijk een heel barokke stalen kaart. Alle barokke stijlen komen er in voor. Maar ik had geen goede voorschoot. Toen ben ik allerlei bouwers langs gegaan, maar ik kon hem niet vinden. Tot ik bij een bouwer kwam, Frans Twaalfhoven. En die had er wel oren naar om nu met mij samen, hij ging natuurlijk het snijder doen, om met mij samen een voorschoot te gaan reconstrueren. Een voorschoot die goed genoeg zou zijn om al die 12 fantasieën door al die verschillende toonsoorten, met de mollen en met de kruisen, goed te kunnen spelen. En zoals u weet, heeft een blokfluit maar een paar gaten. En daar moet je het mee doen. Er zijn dus eigenlijk geen kleppen om een beetje hoger of een beetje lager te kunnen spelen. En hij heeft er toen twee voor me gemaakt. Eén voor de toonsoort in het mol en één voor de toonsoort in het kruis. Ik heb er uiteindelijk nog maar één. En ik ga daarop spelen fantasie nummer 10 en fantasie nummer 9. En omdat ik een aantal tonen alleen maar instrumenten kan krijgen als ook dit gat opgesloten, pak ik er even een stoel mee.
ontspannenpunt is een bekende melodie van Johann Sebastian Bach, dat kent u vast wel. Die heb ik uitgekozen om heel direct na elkaar het verschil te laten horen tussen blokfluit gebouwd door Thomas Stainsby Senior en Thomas Stainsby Junior, vader en zoon. Ze zijn allebei gebouwd door Sverre Kolberg, ik heb u daar eerder al over verteld. Kolberg is weggevallen in het programma, zoals je ziet. Overal staat achter wie hem gebouwd heeft. Staat hier niet bij, maar nu weet u het. Staat het er wel bij? Kijk. Nee, het staat opnieuw. Nee, maar dat u het weet, geweldig. Ik heb Sverre Kolberg leren kennen in de jaren 80 van de vorige eeuw. Toen ik na mijn studie eigenlijk niet zo tevreden was met het soort blokfluit wat ik had. Het ging allemaal wel, vond ik. En toen kwam ik deze man tegen, een bijzonder eigenzinnig type. Ik had u al verteld dat hij niet exact nabouwt, omdat hij dus met een zicht, met een ruimer in de fluiten gaat graven om het geluid. En hij had zich dus heel geconcentreerd, voornamelijk op het geluid van de steeds meer senior, het geluid van de fluiten van de vader. Maar een blokfluit uit de collectie van Frans Moelker. En ik speel nu eerst het melodietje op in een fluit van de zoon, een licht instrument. En daarna op die zwaardere fluit van zijn vader. Daar speelt hij de Haarlo
in F. Deze. Thank you.
Rest mij nog één ding u te vertellen en te laten horen. Er is een componist, Anton Eberle, laatste. U ziet aan zijn jaartallen dat hij niet helemaal in het programma past. Maar er gaat een heel leuk verhaal over. Dat hij namelijk in de kast, dat hij zijn jaartallen zijn, 1780. En de blokfluit deed er lang niet meer mee. Maar bij hem in de kast lag er een. En hij heeft daar een stuk voor geschreven. Sonate Briand. Ik speelde één deeltje uit. En hij heeft ook nog een aantal blokfluitconcerten geschreven. En de xa-kan, kent u misschien wel het instrument? Ook een soort blokfluitachtig instrument, ook al soms wel verstopt in een wandelstok. Voor jou, dan is het rustig voor jou. Iemand fluit onder een boom. Hij wordt, men zegt dat hij dat heeft ontworpen. Misschien komt dat wel door het pijpje met de 7 gaten wat hij in zijn kast vond en waar hij dit stukje voor geschreven heeft. Midden 17e eeuw. Als je deze, waar ook veel van deze stukken op staan.
wel een rustig kijken. Je hoeft niets te kopen, maar je mag alles kopen natuurlijk. Hartelijk dank voor de komst en graag tot de volgende keer.